heb hier vandaag 3 waarderingen mogen uitreiken aan 3 verschillende mannen die zich inzetten voor de boer-burgerverbinding en ervoor zorgen dat er pure en goede landbouwproducten bij de burger op tafel komt. Mijn naam is Ruben Schippers. Ik ben chef-kok van restaurant Om Kean in Woudzent. Ik ben Frederik Visserman en ik ben de laatste beroepsvisser in Heeg. Van de 12 vissende beroepsvissers in Friesland. Mijn naam is Volkert Botma en ik ben boer in Engwieren en oprichter van Botma's. Superleuk dat wij deze waardering van de uitkijkers hebben mogen ontvangen. Ik ben zeer blij en ik ben enorm verrast, want ik had dit sowieso niet verwacht. Ik vind het hartstikke mooi dat mensen toch kijken naar zulke initiatieven waar wij mee bezig zijn. Natuurlijk wel een erkenning voor mij, maar ook voor mijn team, zeg maar, van waar we mee bezig zijn. Dus dat vind ik heel leuk. Wat wij eigenlijk doen is werken met lokale producten, de korte keten en de verbinding tussen de boer en de burger versterken. Een van de mensen waar wij mee werken is Frederik Visserman uit Heeg. Dus een paling / snoekbaars visser waar wij ook vis afnemen. Ik lever het liefst rechtstreeks aan de consument of aan de restaurants, zoals bij Ruben en bij Om Kean. Daar vaar ik dagelijks door Woudzent heen eigenlijk en ja, daar kan ik de verste vis aanleveren wat ze maar willen. Je kan het voor de deur zetten, ze soms nog te schubben om ze daar af te leveren. En dan hebben ze kakelvers op het bord. Met Botma's proberen we mensen gezonder te maken. Dat doen we door biologisch regeneratieve landbouw toe te passen. En daar maken we allerlei gezonde en makkelijk toegankelijke producten van. En die stellen we eigenlijk beschikbaar aan burgers, zeg maar, om die term even te gebruiken, in alle fases van je leven. Dus als je op school zit of als je aan het werk bent of in een zorgsituatie terechtkomt, proberen we een impact te maken op de gezondheid van mensen. Dutch Food Week. Weet wat je eet.